Op 15 juli dreven wij in stilte midden in het ijs. Pas de volgende dag raakten we eruit en zagen een geweldige beer die het water inging toen hij ons zag. We zeilden hem achterna, zodat we terug het ijs op gingen en we schoten een paar keer op hem. We koersten oost-zuidoost en troffen geen ijs aan. We vermoeden dat we niet ver van Nova Zembla waren, omdat we die beer op het ijs hadden gezien. We wierpen het lood en het bleek 100 vadem, 180 meter diep. En toen de zon in het zuiden stond, 12 uur, zagen we het land van Nova Zembla in de buurt van Lomsbaai. Ik was de eerste die het zag. We hebben met zekerheid kunnen vaststellen dat de enige en grootste hinderpaal de enorme ijsmassa is. Het werd tussen de 73 graden en 76 graden noord in de buurt van Nova Zembla aantroffen. Het was niet de nabijheid van de Pool of het ijs in de ruime zee, maar het uit de Tartarijse zee naar Nova Zembla drijvende ijs, dat ons de grootste koude en meeste last bezorgde. Wanneer wij dadelijk de koers noordoost gelegd hadden, naar de Pool toe, dan hadden wij misschien wel een goede opening gevonden. Hoe konden wij weten wat ons bij Nova Zembla te wachten stond? Voordat wij het onderzocht hadden, wat wij gevonden zouden hebben als wij wel van de Noordkaap noordoost gestuurd hadden, is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen. Omdat wij het niet deden, maar hoe het ook zij. Het is ons gebleken dat op 80 graden breed op het land, waarvan wij menen dat het Groenland is, vegetatie groeit en er herten en andere grasetende dieren voorkomen, terwijl Nova Zembla kaal is met vleeseters als beren en vossen. Toch ligt Nova Zembla wel 4, 5 en 6 graden zuidelijker van de Pool dan het nieuw ontdekte land. Om 6 uur vanmiddag zagen we walrussen op het ijs. De sloepen werden uitgezet en we vingen er 2. We zagen ook een huis op de kust dat ingestort was. Het huis op de kust was 16 ellen lang, 10 ellen breed en de dennenhouten planken waaruit het was opgebouwd waren 1,5 duim dik. En 14 tot 16 duimen breed. En voor zover wij konden beoordelen, waren ze aan elkaar gespijkerd geweest. Het eerste dat we zagen in de puinhopen van het huis waren 2 koperen kookketels, een koevoet of breekijzer, een geweerloop, een slaguurwerk, een kist waarin we verschillende vijlen vonden en andere gereedschappen. Veel gravures, een fluit en ook een paar kledingstukken. Er waren nog 2 andere kisten, maar deze waren leeg, alleen gevuld met ijs. En boven de vuurplaats stond een ijzeren rek met een schuivende dwarsverbinding om de kookpotten te ondersteunen. Thank you.
Omstreeks deze tijd begon de scheurbuik op te treden. Ze begon met stijfheid in de ledenen en lendenen en rottend tandvlees, wat deerlijk was om aan te zien. De oorzaak was de heersende koude en kwade vochtigheden. Ook deed het gebrek aan verschoning en overjassen veel kwaad. Het was akelig om weerloos tegen die nood te staan. 29 september hielden we nog de tegenwind met sneeuw en hagelbuien. Het was een grote kwelling. Te meer daar de tijd zijn gang ging en de nachten snel langer en duisterder werden. Ook werd het kouder en kouder, maar klagen baatte niet. We moesten ons in de handen stellen van opperste regeren. Op 12 februari, terwijl wij bezig waren om onze vossenvallen schoon te maken, naderde ongezien een grote beer, zodat we ons allemaal terug naar binnen haasten en vanuit de deur op hem aanlegden met roeren en musketten. Toen hij recht op ons afkwam, werd hij vol in zijn borst getroffen. De beer deed nog een snelle poging achteruit en liep ongeveer 20 of 30 voet van ons vandaan en bleef toen liggen. Toen hongerden we allemaal snel het huis uit naar de beer toe en troffen hem nog levend aan. Hij tilde zijn kop naar ons op alsof hij wilde zien wie hem dat geleverd had. We vertrouwden het niet, omdat we gezien hadden hoe sterk hij was en schoten hem nogmaals met 2 musketten door zijn lijf, waarop hij stierf. We sneden zijn buik open en haalden de ingewanden eruit en sleepten hem tot bij het huis. Daar vilden we hem en haalden er wel 12 pond vet uit dat we smolten en in de lampen brandden. Nacht, toen de lampen brandden en sommigen nog laat wakker waren, hoorden we bovenop het geruis een paar beesten lopen, waardoor de sneeuw erger leek dan het was. De nacht, die op zichzelf al eenzaam en verschrikkelijk is, maakte dat wat verschrikkelijk ijselijk scheen nog verschrikkelijker. May 1597. We braken de planken van het dak af om de gangboorden van de sloep daarmee op te hogen. En al het werk dat we verrichtten viel ons licht, door de hoop dat we uit dat woeste, wilde, vrede, troosteloze, koude land zouden wegkomen. Onder een zware storm, met sneeuw, hagel en regen, moesten de timmerlieden het werk aan de sloepen staken en met ons naar het huis teruggaan, waar we echter nog niet droog waren, omdat we de planken van het dak hadden weggenomen en er een enkel zeil over lag, dat het water niet tegenhield. Wat betreft de eb en vloed hier op Stateneiland kan ik niets vinden.
maar zoals de wind blaast, gaat de stroom. Op 3 september 1595, Stilo Novo, was de wind zuidwestelijk en vond ik dat het water hoger stond dan tijdens een noordoostenwind. Mijn indruk is gebaseerd op ervaring. Als er een doorvaart is, is die klein, anders kan de zee niet stijgen met een zuidelijke wind. En om nog beter te onderzoeken of er eb en vloed is, ging ik op 9 september Stilo Novo aan land op de zuidpunt van Staten-eiland, waar het kruis staat, en heb een steen op de waterrand gelegd om aan te tonen of er getijde is. En ben rond het eiland gelopen om een haas te schieten. Terugkerend vond ik de steen zoals ik hem had achtergelaten. Het water niet hoger of lager, wat opnieuw bewijst dat er geen eb of vloed is. Nadat het opnamewerk verricht was, zeilden wij met zuidwestelijke wind in het ruime Tartaarse of de Nieuwe Noordzee, die in alle opzichten gelijkt op de Spaanse Zee, zodat er niet aan getwijfeld kan worden dat zij zich tot China en Japan uitstrekt. Wij volgden de kust van het vasteland, 4 mijl ver, waarna ze naar het zuiden week. De wind dwong ons toen dieper in zee te steken. We waren nog niet ver op zee, of er kwamen weer geweldige massa's ijs aandrijven. Er lagen ijsbergen tussen met heuvelen en toppen, alsof het grote eilanden waren. Ze schenen wel 100 jaar te zijn. Het leek mij ondenkbaar dat zulke bergen in van de eeuwigheid kunnen smelten